Welkom bij het Provinciaal Domein. Ja, onze provincie zet zwaar in op de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. En ze doet dat met het culturele herdenkingsprogramma Gone West. Daar zijn er verschillende projecten in. En een ervan is Coming World, Remember Me. En hoe dat precies zit, dat komen te weten van onze gedeputeerde. Dat is natuurlijk Mirjam van Lerbergen. En we doen dat hier in Haarelbeek in de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming. Niels? Ik heb er al 6 gemaakt. 6 gemaakt? En vindt u het plezant om te maken? Ja. Waarom vindt u dat zo leuk? Omdat het leuk is om te kloppen. Niels, een beetje agressief, maar dat is oké. Okay. Het mag, hè, van thuis, zo een beetje kloppen en zo. En besef je dat die beeldjes dan gebruikt zullen worden in een kunstwerk? Dat er 600.000 beeldjes, ook jouw beeldje, allemaal samen zullen gezet worden? Besef je dat? Maar moeilijk, want... Elk beeldje staat voor een soldaat en ik kan bijna niet geloven dat er zoveel soldaten zijn gesneuveld of gewone mensen. Dat is zot, hè? Ja. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat wij hier in vrede dit kunnen maken, zijn er 600.000 mensen gestorven. Ja. En zelfs nog veel meer natuurlijk, hè? Zie, jongens. Ja. Een keer naar omhoog. En terug duwen. Niels wint. Hé, Emmanuel, doe dat goed, hè? Ja, zo. Soldaten doen het zo. Ah. Zodat hij treurig is. Want dit stelt een soldaat voor, of? Ja, van voor zet hij zo. Ah, zo. Ja, ja, ja. Dit is zijn gezicht. Ja. Ja, ja, ja. Ze zijn hier allemaal druk aan het werken. Ja, dat is goed aan het kijken. Ja, want Coming World, Remember Me, wat voor een project is het precies? Wel, het is een heel belangrijk project binnen ons groot herdenkingsproject Gone West van de provincie West-Vlaanderen. En wij zullen na het lichtfront, u herinnert zich alle fakkels, komt er nu een woordfront. Dat is nu zaterdag. Ter herdenking van de eerste hastaanvallen gaan we met z'n allen naar Tielt. Ik roep trouwens op om er allemaal bij te zijn. Schrijf zeker nog in. Jullie zijn allemaal welkom. En Coming World Remember Me, het beeldjesproject, dit loopt eigenlijk over de 4 jaar. En je kan op vaste plekken, maar ook zoals hier vandaag nu, op mobiele plekken, kan je een beeldje maken. Ja, en al die beeldjes die komen dan in 2018 terecht dus in zo'n kunstlandschapsinstallatie in de Palingbeek. Ja, dat klopt helemaal. En we hebben niet minder dan 600.000 van die beeldjes nodig. We zoeken dus 600.000 mensen, zoals hier nu de jeugd bezig is, om elk een beeldje te maken. Die beeldjes gaan dan in de Palingbeek een immens groot kunstwerk vormen, die eigenlijk door Koen van Mechelen zal samengesteld worden. Dit wordt onze nieuwe herinneringsplek. Je bent dus mee in dit kunstwerk. En dat betekent ook dat we dan een nieuwe plek hebben om al die 600.000 slachtoffers te herinneren. Dus er moet er nog heel wat gemaakt worden dan ook. Ja, dat klopt helemaal. 600.000 is niet weinig. Wij vragen dus eigenlijk 600.000 mensen, jong of ouder, om mee te werken aan het maken van deze nieuwe herdenkingsplaats. Maar je moet wel 5 euro betalen. Hoe zit dat precies? Ja, die 5 euro is niet zomaar gevraagd. Het is natuurlijk niet de kost van dit nieuwe kunstwerk, maar het is bijzonder belangrijk dat we dit linken aan vandaag. En wat doen we dan? We gaan
twee dingen doen. We gaan 1 ervoor zorgen dat de mensen zelf ook thuis een blijvende herinnering hebben. Men krijgt dus een bewijs dat men mee kunstenaar is. Plus men krijgt een dogtag. Dit is wat soldaten vroeger hadden, het nummer die ze droegen. En daar zal de naam op staan van de maker, maar zeker ook van een van de slachtoffers. Dus je zal eigenlijk verbonden worden via uw beeldje met een van de slachtoffers die gevallen zijn tijdens WO1. Een beetje een Peter en meterschap ook. Absoluut. En dit is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat men ook thuis nog weet, dit heb ik gedaan. En dat uw kleinkinderen, als ze Hill 60 later gaan bezoeken, dat ze weten, mijn oma, opa, papa, mama, is daar eigenlijk een deel van. Dit is bijzonder belangrijk en emotioneel. Heel mooi. En wat gebeurt er dan met dat geld? Wel, het is natuurlijk zo dat er ook vandaag, jammer genoeg, nog heel wat oorlog is. En vooral heel wat slachtoffers. We hebben ervoor gekozen om 5 euro te vragen. En met dit geld ondersteuning te bieden aan projecten die zich eigenlijk inzetten voor slachtoffers, maar vooral kindslachtoffers, door de huidige, nog altijd jammer genoeg, oorlogssituaties. Ja, en hoe het precies, trouwens bedankt gedeputeerde voor vandaag, hoe het precies zit met één van die 2 goede doelen, dat komen we te weten van iemand die er iets meer over weet. Professor Dr. Ilse de Luyn, je bent de coördinator van het Center for Children in Vulnerable Situations, een heel mond vol. Mm-hmm. Maar wat is het project precies? CCVS is een interuniversitair project tussen 3 universiteiten, Universiteit Gent, Universiteit Brussel en KU Leuven, waar we eigenlijk op zoek gaan naar hoe dat we het psychosociaal welzijn van kinderen die zich in kwetsbare situaties bevinden kunnen ondersteunen. En dat doen we door 2 grote dingen. Langs de ene kant onderzoek als universiteit rond dat psychosociaal welzijn van die kinderen, zoals voormalige kindsoldaten, kinderen die door de oorlog getroffen zijn, straatkinderen ook. En anderzijds hebben we 2 praktijkcentra waar we ondersteuning geven aan kinderen die het emotioneel moeilijk hebben. Eentje in Noord-Oeganda en eentje in Oost-Congo. Ja, want daar zijn er toch veel kindsoldaten. Of hoe zit de problematiek precies? Daar zijn inderdaad heel wat kindsoldaten. Zeker in Noord-Oeganda zijn er heel veel kinderen ontvoerd geweest door het rebellenleger. Maar er zijn algemeen ook nog veel meer kinderen die in het algemeen door de oorlog getroffen zijn. Tijdens de oorlog zelf, die dingen meegemaakt hebben, die soms slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld, die op de vlucht zijn moeten slaan, die hun ouders verloren zijn. Maar die ook in de postconflict situatie, want in de 2 landen is de oorlog eigenlijk voorbij, die ook in die postconflict situatie het heel moeilijk hebben. Die nog moeite hebben om naar school te kunnen gaan, die het economisch moeilijk hebben, die ook het sociaal heel moeilijk hebben, waar dat families uit elkaar gescheurd zijn, waar dat dorpen niet meer zo goed met elkaar overeenkomen. Dus ook in die postconflict situatie zijn er nog heel veel kinderen die het behoorlijk lastig hebben. Maar wat kunnen jullie dan concreet doen voor die kinderen? Wat dat wij doen in de 2 centra is met lokale staf, met Congolese en Oegandese psychologen, geven wij ondersteuning aan de kinderen die het emotioneel moeilijk hebben en ook aan hun context. Dus we betrekken de ouders erbij, we betrekken vriendjes erbij, leerkrachten. Dus we proberen op die manier kinderen emotioneel sterker te maken en ook de context van die kinderen eigenlijk een stuk te ondersteunen om ook hun kinderen dan beter te kunnen ondersteunen. En naast dat leuk van die therapie geven wij ook heel wat training aan andere organisaties om op die manier er ook voor te zorgen dat andere organisaties en hun medewerkers beter in staat zijn om kinderen psychosociaal te ondersteunen. Ja, en de link, heel raar, met de Eerste Wereldoorlog is niet zo ver, hè? Nee, dat is eigenlijk een heel gelijkaardige situatie zoals toen. Waar dat ook toen heel wat organisaties wel ingestapt zijn kort na de oorlog, maar waar dat we op langere termijn zagen dat eigenlijk pas na langere tijd kinderen het emotioneel moeilijker begonnen te krijgen. En ook op dat moment, in de Wereldoorlog 1 hier, maar ook in Congo en Oeganda, op die momenten, lang na het conflict, zijn er eigenlijk nog heel weinig organisaties ter plaatse die dan ook die ondersteuning kunnen geven. Dus het is eigenlijk in die zin ontzettend belangrijk dat wij kunnen blijvend aanwezig zijn om blijvend die ondersteuning te geven, ook al is dat conflict al een hele tijd voorbij en is er al heel wat heropbouw geweest. We zien dat emotioneel dan pas op dat moment eigenlijk de mensen en zeker de kinderen het emotioneel moeilijk beginnen te krijgen. Ja. Dus wij West-Vlamingen moeten allemaal de handen uit de mouwen steken en veel beeldjes gaan maken.
Absoluut, dat kan ons project verder ondersteunen en op die manier er ook voor zorgen dat de kinderen zelf en ook hun contacten heel wat sterker worden en hun leven verder terug kunnen opbouwen. Oké, en bedankt professor. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein. Deze aflevering en ook alle andere afleveringen kan je altijd herbekijken via westvlaanderen.tv. En wij gaan eruit met een tip. Maak deel uit van het Coming World Remember Me project. Je kan een beeldje maken tijdens een workshop in een van de vaste ateliers in Nieuwpoort of Ieper. Of online Peter of Meter worden. Misschien wil je graag een mobiel atelier in jouw buurt of school organiseren of bezoeken. Meer informatie vind je op de website. Je steunt er bovendien kinderen in oorlogssituaties mee.